Robert van Boksel, komend seizoen manager opleiding FC Lisse, oftewel hoofd jeugdopleiding. Hiervoor als voetballer een rijkelijk verleden gehad binnen betaald voetbal. Daarna aangesloten bij FC Lisse, 3 jaar onderdeel mogen zijn van het eerste elftal. Met veel plezier bij deze club gevoetbald. Nadat ik in 2018 gestopt ben, heb ik nog een jaar gevoetbald met wat vrienden bij Edo. Daarna ben ik als hoofdtrainer aan de slag gegaan bij VV Zwanenburg. Nadat ik tijdens dat ik bij FC Lisse gevoetbald heb ook mijn UEFA C en UEFA B heb mogen volgen, ben ik afgelopen jaar mijn UEFA A het diploma gaan doen. En afgelopen juni te horen gekregen ook dat ik geslaagd ben. En vanuit dat perspectief ligt hier een hele mooie uitdaging en wil ik graag met mijn ervaring en mijn gedachten over het ontwikkelen van voetballers en wat er allemaal bij komt kijken. Zie ik dat als een mooie uitdaging. Heb ik heel veel zin om bij FC Lisse aan de slag te gaan. Robert, allereerst gefeliciteerd met het UEFA-diploma wat je onlangs behaald hebt samen met onze Richard van Heulen. Waarom gekozen voor de functie van hoofdopleiding en geen trainer? Ja, hele goede vraag, Kees. Nee, dat zijn ook voor mij factoren geweest waar ik bewust over nagedacht heb. Ik ben 3 jaar geleden ingestapt als hoofdtrainer van VV Zwanenburg. Maar ooit mijn clubje van weleer, waar ik als jeugdspelertje begonnen ben. Toen ben ik die uitdaging aangegaan op basis van nul ervaring ook. Alleen wat jeugdteams getraind om een diploma te halen toen de tijd bij FC Lisse. Maar goed, wat ik zeg, ik ga graag uitdagingen aan en dat heb ik toen ook gedaan. En ik zag dit als een hele mooie uitdaging. Met daarbij natuurlijk het gevoel wat ik bij deze club heb eigenlijk had en nu eigenlijk vooral ook heb, omdat ik toen de tijd 3 jaar lang hier heb mogen voetballen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar wat ik zeg, er ligt een mooie uitdaging. Ik ga heel veel dingen ervaren. Ik ga heel veel dingen meemaken die ik nog niet eerder meegemaakt heb. Maar dat ga ik niet uit de weg, want wat ik zeg, mooie club, mooie uitdaging. Dus ik zeg, ik heb er zin in. Ja, dat klinkt heel mooi, Robert. En zeker positief ook naar de club FC Lisse. Robert van Boksel, in totaal 322 caps, waarvan 262 bij een betaald voetbalorganisatie. Onze voorzitter, en ik citeer hem even, de ideale kandidaat die weet om alles uit jezelf te halen om je doel, het uiteindelijke doel, FC Lisse 1, te behalen. Aan welke kwaliteiten moeten jeugdspelers voldoen om dat doel te behalen, Robert? Ja, dat zijn meerdere facetten waar het van afhankelijk is. Het belangrijkste is dat je weet als speler zijnde dat je onderdeel bent van een team. Dus je afspraken die gemaakt worden, teamafspraken die gemaakt worden, dat je die ten alle tijde nakomt. En op het moment dat je dat goed doet en dat je daarin kan ontwikkelen, dan zul je zien dat je als individu daarin ook een grotere stap kunt maken. Het belangrijkste is dat je het vertrouwen hebt en het geduld hebt om uiteindelijk FC Lisse 1 te willen bereiken. Dat je je niet te snel laat leiden door emoties als het een keertje tegen zit. Hè, of als het een keertje de trainer tegen je zegt van hey, ik kies nu even voor een ander. Of dat wellicht de ouders een keer denken van hey, ik wil liever dat mijn zoon daar speelt of dat hij zo doet. Zorg dat je geduld blijft en dat je blijft investeren in het presteren met je team. Oké, Robert. Je collega Richard van Heulen, waar je nou ook de UEFA-cursus mee hebt gevolgd, hè, die liet zich hier voor de camera ooit ontvallen. Het mentale aspect is wellicht nog belangrijker dan die voetbaltechnische capaciteit. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat Richard daar een heel goed punt aansnijdt. Vanuit mijn verleden en mijn ervaringen denk ik dat het ook bevestigd wordt. Ik heb met veel jongens in de jeugd gespeeld waarvan ik toen de tijd dacht van jeetje, die gasten kunnen voetballen. En uiteindelijk zijn dat ook jongens geweest die er niet allemaal gehaald hebben. Dus dan ga je toch afvragen waar zou het aan kunnen liggen. Dus je kan heel vroeg op een voetstuk gezet worden. Hè. Wellicht dat iedereen je ziet als groot talent. Maar ja, met beide benen op de grond blijven en ook zeker weten voor jezelf waar je het voor doet. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk het geduld moet kunnen bewaren. En in jezelf moet durven blijven investeren om uiteindelijk het maximale eruit te halen. En dat is voor de een is dat net niet misschien het eerste van FC Lisse. Voor de ander is dat FC Lisse. En voor sommigen is dat misschien nog wel hoger. Nou ja, dan kun je mooi het FC Lisse misschien het eerste wel gebruiken als podium om uiteindelijk nog de volgende stap te zetten. Maar het belangrijkste daarin is inderdaad dat je mentaal en dat je weet waarvoor je doet.
een duidelijke en ook inspirerende boodschap voor onze jeugdspelers. Hopelijk kijken ze het filmpje ook even van jou terug. Een technisch beleidsplan, oftewel het opleidingsplan. Werk van je voorganger Rory verder uitbouwen, las ik bij je introductie bij FC Lisse. Wat is daarvoor nodig, Robert? Ken ik Rory. Ik ken hem redelijk goed. Vorig jaar samengewerkt bij Telstar. Ik als assistent trainer bij de onder 21. Rory als nieuwe hoofdopleiding. Vanuit FC Lisse toen de overstap gemaakt. De basis die er staat is natuurlijk een fantastische basis. Hè. Rory heeft dat goed uitgezet. Waarmee ik ook zeg duidelijk van hey, dit is een kapstok, dit is de basis. En vanuit elk plan zal je altijd ervaren dat er wat bij te schaven valt. Of dat er wellicht iets op het pad komt dat je denkt, hey, dat kunnen we toevoegen of dat kunnen we gebruiken om het nog beter te maken. En die uitdaging ga ik niet uit de weg. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat het opleidingsplan altijd doorontwikkeld kan blijven worden. En dat goed nooit helemaal goed genoeg is, omdat er altijd weer kansen liggen ergens. Daar heb je natuurlijk ook de ondersteuning van de technische commissie opleiding voor en natuurlijk je trainers. Hoe zie jij die samenwerking met die technische commissie opleiding en je jeugdtrainers hier? Dat is heel belangrijk binnen deze functie. Zij kennen de klappen van de zweep. Er zijn al veel mensen, die zeker binnen de TC, die al jaren bij deze club rondlopen. Dus dat is ook de eerste stap die ik gezet heb. We hebben met de TC-opleiding hebben we, voordat ik überhaupt in dienst was, al gezeten. Van hey, waar lopen we tegenaan? Wat zijn de goede punten? Wat zijn de zwakke punten? Waar moet ik rekening mee houden? Wat kunnen we verbeteren? En vanuit dat perspectief zijn we de start ingegaan. En ja, ben ik ook met de trainers in gesprek gegaan. En zal ik nu vooral in de eerste fase veelal observeren. Van hey, wat zie ik? Wat doet een trainer? Waarom doet hij dat? En van daaruit inhoudelijk de gesprekken gaan aankaarten. Om te kijken of we uiteindelijk niet alleen de spelers, maar natuurlijk ook samen met de trainers naar een hoger niveau kunnen gaan. Duidelijk, Robert. De visie van FC Lisse. Als het gaat om de jeugdopleiding. Betere trainers betekent betere spelers. Nu valt er mee op dat de trainers in de middenbouw, de categorie van onder 13 tot onder 16 bij FC Lisse, relatief jonge trainers zijn. Hoe verhoudt zich dat bij die betere trainers betekent betere spelers? Ook een goede vraag, Kees. Aan de andere kant denk ik juist dat FC Lisse een club is die trainers in dit geval een podium biedt om zichzelf te kunnen ontwikkelen, te mogen ontwikkelen. Hè. We kunnen er ook voor kiezen om gepokte en gemazelde trainers aan te nemen en vanuit dat perspectief te gaan handelen. Nou, een van die redenen is natuurlijk ook dat ze mij deze kans geven als hoofdopleiding. Hè. Ik bedoel, ik ben ook vrij bleu. Ik ben ook iemand die in deze functie nieuw is. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk ook als je kijkt naar de spelers die FC Lisse de kans geeft. Dat zijn eigenlijk allemaal spelers, hè, waarvan je kan zeggen van hey, dat zijn jongens die uit de opleiding komen, hè, jonge jongens. Maar FC Lisse is wat dat betreft wel ook een club die de mogelijkheid biedt aan ambitieuze mensen, ambitieuze trainers in dit geval, om het podium te bieden. En uiteindelijk hè, aan mij en aan de overige trainers, TCO, om ervoor te zorgen dat die trainers meegaan in het niveau waar we naartoe willen. En van daaruit kunnen zij natuurlijk de ontwikkeling doorgaan met die spelers en met zichzelf. Ook dat een duidelijke boodschap, Robert. Dankjewel. Iets anders. Regionale jeugdopleiding, FC Lisse. En als club behoren we bij de top 20 van Nederland. Wat is er nou voor nodig om bij die top 10 te komen? We hebben een aantal jeugdteams die op divisieniveau spelen, eigenlijk allemaal van de opleiding, waaronder twee in divisie 1. Welke stappen zijn er volgens jou nodig om bij die top 10 van Nederland te gaan horen? Dat vind ik wel enigszins een lastige vraag. Kijk, de vraag die je moet stellen is, wil je bij die top 10 komen? En kijk, Lisse is natuurlijk een grote, hele grote vereniging, waar niet alleen in dit geval de selectieteams een prominente rol hebben, maar ook de breedte sport natuurlijk heel belangrijk is. Voor de binding met de regio, maar ook de binding met het dorp. En daar zul je in sommige gevallen wellicht ook concessies in moeten doen. Hè? Want uiteindelijk heeft de breedte sport ook een podium nodig. Je ziet het om je heen. En we hebben ook ploegen die zich met name focussen alleen op het opleiden van spelers. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar wat UVS, een opleiding, dat was met name gericht om spelers op te lauwen. Als je kijkt naar Alphense Boys, dat zijn ploegen die zich met name richten op de selecties. Dat is een filosofie en die filosofie die past bij een club of niet. Kijk, wij willen het maximale uit de opleiding halen met inachtneming dat natuurlijk ook de breedte sport een podium heeft. Dus de focus ligt niet alleen op de opleiding. Vanuit mijn perspectief ga ik daar het maximale proberen uit te halen.
En alles wat daarbij komt kijken vanuit het feit dat we door willen ontwikkelen met de trainers, met de spelers. Ja, grijpen we natuurlijk elke kans en mogelijkheid aan om door te kunnen groeien. En wellicht dan wel binnen die top 10 te komen. Maar het belangrijkste is gewoon dat deze club op alle fronten leeft en ontwikkelt. Ja. Zal de voorzitter en de rest van het bestuur dus muziek in de oren klinken, Robert? Iets anders. Het vrouwen- en meidenvoetbal. Een enorme stormachtige ontwikkeling, ook bij FC Lisse. Maar het meidenvoetbal valt nog steeds onder de breedsport. Dat bedoel ik respectvol. Maar onder het motto met betere trainers, betere spelers. Wanneer denk jij dat de tijd rijp is dat het meiden- en vrouwenvoetbal onder de opleiding van FC Lisse gaat vallen? Dat durf ik geen harde uitspraak over te maken. Kijk, feit is wel dat het vrouwen- of het meidenvoetbal natuurlijk in de lift zit. Waarbij het jongens- of het mannenvoetbal in behoorlijk wat regio's misschien zelfs wel aan het krimpen is. Dus je moet daar je ogen niet voor sluiten. De vraag is hoe ga je dat inderdaad binnen je opleidingsplan of binnen de visie vanuit de club, binnen je beleid, een prominente rol geven. Ik denk dat we daar wel gesprekken over moeten gaan voeren, Kees. Om ervoor te zorgen van dat we in ieder geval weten wat het plan is. Op welke termijn. Voor nu valt het niet binnen de scope van mijn werkzaamheden. Maar ik denk dat het wel vanuit de club en vanuit de gedachte van FC Lisse, de breedtesport, ja, wel een punt van aandacht is om daar in ieder geval iets mee te doen. Of in ieder geval iets mee te gaan doen. Dankjewel, Robert. Nou, ontzettend leuk en fijn dat je weer terug bent hier op het honk, geelblauwe honk. Hè, want we hebben altijd van je genoten ook op het hoofdveld. Heb jij nog een, laten we zeggen, een boodschap die je mee wil geven als afsluiting van dit interview? Ja, die heb ik. En het is ook wel een beetje gericht op mezelf. Kijk, als mens en als trek het me even door naar voetballer. En in dit geval mij als hoofdopleidingen. Maken we allemaal fout. Ik ga ook keuzes maken waarvan ik achteraf misschien denk van jeetje, hoe heb ik dat kunnen doen? Maar omdat sommige dingen de eerste keer zijn of omdat je het vanuit goede wil doet. De keuzes die ik zal maken zijn vanuit goede wil. En dat geldt vaak ook voor een speler, voor een trainer. Maar geef iemand de tijd en de ruimte om fouten te mogen maken. Alleen dan zal iemand zich ontwikkelen. Hè. Als iemand altijd maar in zijn comfortzone blijft en nooit daarbuiten durft te treden, zal die nooit zo snel ontwikkelen dan op de momenten dat hij in een omgeving zit waar hij fouten mag maken. En die omgeving wil ik creëren. Hè. Die creëert eigenlijk, vind ik, Lisse al door mij op dit podium te zetten. Maar dat wil ik ook door laten druppelen in de opleiding. Dat spelers moeten zich vrij voelen om keuzes te maken waarvan achteraf kan zeggen van waarom heb je die keuze gemaakt? Om ervoor te zorgen dat ze in het vervolg daar zelf over na gaan denken. En dat binnen hun uiteindelijke ontwikkeling zal vallen. Dat vind ik een mooi streven. Dat gebeurt niet in één keer. Hè? Maar uiteindelijk zal ook de omgeving binnen de opleiding zal daar ook een rol in moeten nemen. Om te ervaren van mensen maken nou eenmaal fouten. Dat wil ik meegeven aan de spelers en trainers. Nou, dank voor deze openhartige opmerking en boodschap ook. En ook met name bedankt voor dit interview. FC Lisse TV gaat jullie komend seizoen natuurlijk nauwlettend volgen. En we gaan het zien en beleven, Robert. Super. Bedankt. Ja.